Hele goedemorgen allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is maandag. Even kijken welke datum het is. Het is maandag 30 januari. Het is nu 4:30. Ik begin nu pas de vlog. Ik heb al best wel een lange dag op school. En daarna ben ik nog naar Delft gegaan. Met Nina, want ze wilde een LP kopen. En toen kwam ik thuis. En wat heeft mijn moeder toen voor me meegenomen? Wow. Deze Pop-Tart. In Frosted Red Velvet. Superleuk. Dus deze ga ik zo meteen eten. Dit is volgens mij iets van ontbijt of zo. Of ik zeg het nu iets heel verkeerd. Maar ik ben er echt blij mee. En ik ga lekker in bed liggen. Dus let's go. Het is dinsdag 31 januari. Dit is wat ik aan heb. Deze sweater van Justin Bieber. Mijn broek is van Bershka. En mijn schoenen van de Zara. Ik neem mijn MTV tas mee. En ik heb deze pet ook van de Primark, omdat ik echt een bad hair day heb. Ik heb vandaag een schooldag tot 3. Misschien ga ik er nog wel de stad in. Ik weet het nog niet. En dus dat allemaal. Dat ga ik doen. En ja, voor de rest niet echt heel veel. En ik heb vandaag evaluatie. En ja, en jullie gaan mee in mijn dag. Of in mijn week eigenlijk. Dus let's go. Goedemorgen allemaal. Wow, het is vandaag woensdag. En ik ben aan het lopen met de honden. Super schattig. En ja, het is nu best wel 12 uur. Laat ik het daarvoor houden, het is 12 uur. Mooi, zijn lekker aan het chillen. Kom maar schatjes. Hé, wat heb je in je mond? Oké. Het is dus nu 12 uur. Ik ben dus aan het leven. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag en ik begin de vlog een keer lekker buiten. En ik ben dus nu de hondjes aan het uitlaten, hier zo. Ik heb ook echt mijn meest charmante lookje aan vandaag. En ik had geen zin om te kleden en zo. Ik ben vandaag vrij, dus dat is super chill. En gisteren had ik dat boek besteld van Jami, niet wat je denkt. Op bol.com en dat komt vanavond ook binnen. Kom maar schatjes. Dat komt vanavond binnen. En vandaag dus binnen. En ik ben nu aan het wandelen met de hondjes, gezellig. En vandaag heb ik niet zo heel veel op de planning staan. Ik moet nog wat dingetjes doen voor school. Denk ik. Ja, nog wat dingetjes regelen. En natuurlijk dat boek even ontvangen. Hey, vieze Rick. Dat mag niet. En dus daar ben ik nu mee bezig. En ik ben nu aan het lopen. En ik zie jullie zo weer. Yay! Kom maar. Postbode is net langs geweest en die heeft me 2 pakketjes gebracht. Een pakketje van Kleenex. En hier zit een grappig verhaal achter. Op Twitter had ik toen getweet van ik voel me vandaag niet zo goed. En toen kreeg ik een tweet terug van Kleenex of ik een beterschapspakketje wilde ontvangen. Dus daar ga ik mee beginnen. Als je hem openmaakt vind je als eerste een briefje. Met beterschap wat vervelend dat je verkouden bent om snel weer wat beter te laten voelen. Hebben we dit pakketje voor je samengesteld. Er zitten een aantal producten in die je helpen. Als je wat minder lekker voelt of verkouden bent. We hopen dat je zo snel mogelijk weer beter gaat voelen. En dan staat er een, wat er aan mijn pakketje zit. Als eerste zit er in van Roter de Vitacure. En dit helpt even zo'n 5-daagse Roter Vitacure. En je kunt er weer helemaal tegenaan. Dan bij de Ricola snoepjes staat er. Met deze Ricola Original kruidenbonbons ga je vast snel beter voelen. Is eigenlijk een soort van ziektepakketje. Deze is knijp in de germint en er staat bij neem een verfrissende douche met knijpmint eucalyptus voor verlichting of bij verkoudheid. En een lippenbalsem. Echt, ik ben blij dat ik een lippenbalsem heb, want mijn lippenbalsem van Labello is bijna op. Dus die kan ik weer gebruiken. En er staat bij deze Uecrin lippenbalsem verzacht en beschermt gevoelige en droge lippen. En ik ben echt blij dat ik een nieuwe lippenbalsem heb. Want mijn andere lippenbalsem was op. En natuurlijk heel veel zakdoekjes. Wist je dat? Kleenex balsem zakdoeken.
de nummer 1 in het voorkomen van een rode schrale neus zijn. En zijn ook Kleenex Balsam Tissues. Dus, ik heb 4 pakjes gekregen van Kleenex Balsam. En die kan je gewoon meenemen in je tas. Super handig en super dankjewel. Als je ze wil volgen op Instagram, dan moet je de hashtag Kleenex _help. Facebook Kleenex Nederland en op Twitter Kleenex _help. Oké, dan gaan we verder met een pakketje van de bol.com. Daar heb ik namelijk een boek besteld en de factuur als eerst. Daar heb ik een boek besteld en ik ben er echt blij mee. Want het is het boek van Jamie. Niet wat jij denkt, hoe bloggen en YouTube mijn leven veranderden. En ik vind deze echt zo ontzettend leuk boek. Ik ga hem lekker lezen voor jullie. En ik laat ook even in de vlogs zien wat ik ervan vind. Ik vind hem echt super tof. Mooie vormgeving ook. En de achterkant super tof. Dus ik ben weer helemaal blij. Ik heb weer allemaal lekkere om productjes op mezelf even die boost te geven. En lippenbalsem, knijpding en heel veel tissues. En ik kan er weer tegenaan. Dus dit waren de pakketjes. Nou, zoals je kan zien lig ik weer in bed. En het is nu rond, hoe laat ze zijn, 11:30 of zo. Ik ga lekker dit boek lezen van Jamie. En ik vind de layout echt heel mooi. En ik ga nog even dit boek lezen. En even mijn social media checken. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag. Even kijken. Jaleska. Welke datum is het vandaag? Tweede. 2 februari. Zoals je hoort ben ik al bijna een uur aan het bellen met... Hoi. Met Jaleska. Super tof. We hebben het vooral een beetje over niks. Zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. Ze is ziek. En wat kijk je als je ziek bent? Hallo. Ja? Wat kijk je als je ziek bent? Dora! Yay! Like always. Dit is wat ik aan heb. Deze sweater. Mijn last clean sweater. Mijn broek komt van de Berg... Of trui komt van de H&M. Broek Bershka. Schoenen, Sarah en mijn hoesje is van de Bershka en Jaleska is thuis. Hey. Ja. Goed plan. Ik ga lekker mijn tas even inpakken en ik ga mijn allerlaatste poptarts meenemen. Red Velvet. En mijn boek lekker mee van Jamie, kan ik lekker lezen. En mijn, oh my god, mijn camera is bijna leeg. Oh, en hier heb ik dus niet op gewacht, hè. Oh my god. Oké, ik ga mijn camera even laden en dan spreek ik jullie zo weer. Maar er staat nergens dat je niet mag vloggen hier in het museum. Dus ja, dan vlog ik maar, hè. Ja. Dood. Niet aanraken staat er. Don't touch it. Ik heb hem getouched. Sarah is heel slecht. Oké, bye. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 3 februari. Het is vandaag dus vrijdag, zoals ik net al zei. Ik ga zo meteen naar Den Haag toe, want ik heb daar stage van 1 tot 3, geloof ik. Ik ga niet zoveel filmen op stage, omdat ik gewoon wil kijken en inspiratie op doen. Dit is wat ik aan heb. Justin Bieber trui. Bershka broek. Ik moet echt nieuwe broek gaan kopen binnenkort. En Zara schoenen. En het is nu 10:50. En ik heb de bus over een kwartiertje. Dus ik ga denk ik ongeveer over 10 minuutjes of over 8 minuutjes de deur uit. En jullie gaan weer mee in mijn avontuur vandaag. Dus let's go. Nou, zoals je kan zien lig ik weer in bed. Het is nu 12:00.
Ik heb heel weinig gevlogd en dat komt omdat ik deze week best wel druk ben met dingen voor school en zo, dus ik kan niet echt vloggen. Vandaag ben ik trouwens wel naar een soort van voorstelling, nou niet naar een voorstelling, maar naar het toneel geweest met school, maar dan mochten we niet filmen, dus en dan ben ik ook naar de stad gegaan. Maar ik heb echt niet de tijd meer gehad om een camera erbij te pakken. En wat was heel snel van haasten. En ja, maar ik beloof jullie wel dat er volgende week dat ik meer ga vloggen. En vast ga leggen op camera. En zo. En daarom is deze vlog ook best wel kort. En zo, denk ik. Ik zie altijd zondag met editen. Voor de mensen die het wilden weten, op zaterdag edit ik altijd de vlog. Dus een dag voordat hij online moet, end ik hem helemaal af. En ja, dus dat. Oh ja, misschien is het wel leuk om te laten zien wat mijn favoriete apps zijn op dit moment. Even kijken hoor, dit is mijn telefoon. En hieronder staan zeg maar mijn social media kanalen. Dus Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Wattepad, shopping, ding. Kiek, Spotify, Facebook, Periscope, Depop, Wish is een app, reisplanner, YouTube, My Vodafone, Messenger, Mail, Muziek, Safari, Telefoon, Game Center en op deze andere pagina heb ik Dropbox, Crop VS en PostNL. En ik heb een marble achtergrondje en dat is pas wel heel erg bij deze marble. En ja, ik ga nu zelf promotie doen op Instagram. Als je me wil op Snapchat, als je me volgt op Snapchat moet je even een screenshot maken. Dan ga je me volgen op deze. Als je me wil volgen op Instagram. Dan is dit mijn Instagram. Ik heb trouwens een filmpje dat ging dansen. En als je me wil volgen op Twitter, het zal allemaal wel nog in de beschrijving staan. Maar dan kan je me volgen op deze Twitter. Dat staat in mijn bio. Maak video's op YouTube. Vind warme chocolademelk met slagroom super lekker en houd van sushi. En dit is dan zeg maar mijn banner. Dus ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen! Shania. Wat? Goedemorgen! Het is vandaag. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben al de hele ochtend aan het facetimen met Shania. Super leuk. En ik word helemaal gek van de muziek die ik op heb staan, maar ja. Wat staat erop? Joni, dit is mijn wereld en ze ging piep nummer. En ze ging net een hele make-up tutorial doen. Ja, daarom. Helaas heb ik dat niet vast kunnen leggen op camera. Ik heb het echt opgelegd. En ik heb net mijn kamer opgeruimd. Ik ook. Oké, okay, die ga ophangen, doei. Nee. Ja. You are my treasure. Later op de
avond en ik heb heel weinig gevlogd afgelopen week. Deze week is voor mij een beetje een bleh week, maar volgende week, ik beloof volgende week, is het weer een leuke vlog. Dit is niet een hele leuke vlog voor jullie om naar te kijken. En er zijn wel dingen gebeurd, privé, die me toch wel een beetje hebben aangestoten. En ik ben ook nog niet helemaal 100%. Ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk leuke dingen te doen, maar het gaat gewoon niet. En ik ben gewoon op. En voor de rest, ik wil nu niet ziedag doen op YouTube. Maar het zit heel diep. Het zit echt heel diep. En ik wil gewoon leuke fake vlogs maken. En misschien gaat het morgen wel beter, maar vandaag of deze hele week heb ik al een beetje zo'n blij week. Van de dingen die ik allemaal moest doen op school en zware dingen en heel veel gezeik. En niet heel erg ofzo hoor, maar gewoon privé. En ik wil gewoon dat jullie dit weten, zeg maar, dat het niet heel erg goed met me gaat. En ik hoop dat ik er in de volgende week vlog weer een beetje bovenop ben. En dan begint ook weer de schoolweek. En ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen te doen. En waaronder ook met Shania bijvoorbeeld facetimen. En daar haal ik heel veel moed uit. Het loopt ook niet lekker met een beste vriend van mij. Die negeert me alweer. En dat gaat je toch niet in de koude kleding zitten. Ik hoef er echt niet zielig doen over op YouTube. Maar ik vind wel dat dit er ook bij hoort. Jullie hoeven niet alleen maar de gezellige dingen van mijn leven te zien. Maar ook dit soort momenten. En heel fancy type voor op de achtergrond. Nee, maar ik wil gewoon dat jullie dit wisten. En dan weten jullie dat. En ik hoop dat volgende week vlog wel heel leuk gaat worden. Want dan is mijn mama jarig. En dan hebben we volgende week een heel groot feest. Ook af en toe moet ik maar even scherp stellen. En ik hoop echt dat ik weer volgende week straal. Gewoon weer. Nog maandag weer straal. Ik wil jullie ook gewoon, zeg maar, ook meegeven van als er wat is, praat er met iemand over. Kijk, nu is het bij mij vanaf mezelf heel vaak alles in krop. Dat op een gegeven moment als iemand wat zegt, dat dan de bom barst. Maar dat heb ik niet zo heel snel meer nu. En je moet gewoon met iemand erover kunnen praten. Waar je in ieder geval je verhaal mee kan delen. Dit is trouwens lippenbalsem, maar voor de mensen die het willen weten. Van het merk Eucerin. En die heb ik gekregen. Omdat ik me niet lekker voelde al 2 weken lang. Dus die heb ik toen gehad in een persbordetje. Kleenex. Dus alles wat ik wilde zeggen. 4 minuten, wow. 4 minuten aan praten en dan stop, wow. En ik wil gewoon een beetje ook een frisse wind in mijn kamer hebben. Maar dat is me ook niet echt gelukt. Ja, ik heb wel daar een kleding soort van hoekje gemaakt waar ik mijn kleding heb. En ook wel dingetjes gewoon hier op de grond. En ik ga nu de vlog gewoon afsluiten. Dus ik zie jullie morgen weer. Tot morgen. Oh, en mijn camera heeft weer elke keer kuren met scherpstellen. Dus tot morgen, guys. Hele goede morgen allemaal. Leuk dat je nog steeds kijkt naar deze vlog. Het is vandaag een zondag. Het is nu 11:15. En ik ging net kijken op zo'n site. Live account subscribing. En waar kwam ik achter dat ik 900 abonnees heb gehaald. Yeah, op naar de 1000. Super tof. Ook heel erg bedankt allemaal voor het abonneren op mijn kanaal. En dat geeft mij weer ook weer de hoop om door te gaan met vlogs maken voor jullie. En het is nu 10:42. Ik ga zo uit bed. Ik ga zo lekker ontbijten. We hebben beschuit. Yes. Met kaas vind ik altijd echt super lekker. Dus ik ga lekker ontbijten. Met het genot van een vlog ofzo.
Ja, denk het wel. En ja, dit keer ga ik gewoon uitgebreider vloggen voor jullie. Dus let's go. Breakfast, twee puntjes met hagelslag en een lekkere dubbel fris. Eet smakelijk! Het is alweer wat later op de avond. Het is nu rond 9:30. En ik ga de lekker de week afsluiten. Het was echt wel een hele drukke, zware, emotionele kutweek. En dat hebben jullie ook kunnen zien in de vlog. In de weekvlog. Ik hoop dat ik volgende week, in de weekvlog van volgende week, weer helemaal de oude ben. En dat gaat wel lukken. Ik zit er gewoon weer met positieve moed in. En ik bedank jullie voor het kijken. En ik hoop dat jullie volgende week weer zie bij een nieuwe weekvlog. En tot volgende week. Vergeet niet te abonneren. Of hieronder een duimpje omhoog te doen als je deze vlog toch leuk vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!